het kloetje. Ik zat vandaag nog even door te bladeren en het schijnt dat we 30 jaar geleden voor het eerst het kloetje hebben geopend. En het mooie is, na 30 jaar hebben we het eindelijk voor elkaar. We zitten in een café. Of hartige gefeliciteerd, hoogheid. Want het kloetje is weer geopend. Ja, dankjewel. Het kloetje is weer geopend. De 30ste keer dat het kloetje geopend is. Dus wel uniek en ook mooi dat we weer in deze locatie gebruik kunnen maken. Oh, mooi, hartstikke mooi. Maar ja, de opbrengst van het kloetje, waar gaat dat naartoe? Wat gaan jullie daarmee doen? Het kloetje, de opbrengst van het kloetje gebruiken wij onder andere voor het kindercarnaval. Dus daar wordt de confetti, de snoep en dergelijke, de drankjes van betaald voor de kinderen. Dus dat kindercarnaval de maandagmiddag. En er gaat ook een gedeelte naar de jeugdraad toe. Om vanwege nieuwe pakken, ze hebben weer een keer nieuwe steek nodig en dat soort dingen. Dus dan krijgen ze dat, dan gebruiken we dat daar ook voor. Maar zo net bij de opening had mevrouw Peters, Annie, wel gekend. Die doet het heel speciaals voor de carnaval, hè? Ja, Annie Peters, die breidt in stilte. Je hoort eigenlijk nooit wat van. En dan opeens komt ze weer met zakken vol met spullen. Onder andere wat hier eigenlijk allemaal ligt. Wat zijn het? Beenwarmers. Wat hebben we hier? Mutsen. Dat wordt allemaal gebreid door Annie Peters. En dat is toch wel uniek. En daar zijn we ook erg blij mee. Dat er iemand zoveel tijd en in de zomer er al wil bezig wil mee gaan. Zodat wij het kloetje mooi gevuld hebben. Een driemaal af voor Annie. Een driemaal af. Alaaf. Alaaf. Voilà. Waar is de carnaval zonder Annie? Ja, nergens, nergens. Nog heel veel plezier en wij spreken elkaar volgende week. Want wat gaat er dan gebeuren? Ja, volgende week hebben wij ons 44-jarig jubileum. Gezellige receptie op de zaterdagmiddag. Na de receptie gaan we met z'n allen het hele hof lekker eten. En daarna hebben we 's avonds het grote jubileumbal. En dat jubileumbal betekent dat er meer dan 15 verenigingen komen. De grootste vereniging is al met 140 man. Dus we verwachten een volle bak. We verwachten eigenlijk dat de hele hofresidentie compleet afgeladen vol is. Ik heb er nou wel zin aan. Ik ook. Maar we moeten oppassen, vooral als prins. Mag niet te veel uit mijn dak gaan, want de volgende dag heb ik nog het dansmarikkenconcours. Die moet ik om 12 uur 's ochtends of 's middags al openen. Dus dat wordt nog wel even lastig. Maar ook daar kijk ik wel naar uit, want dat is de eerste keer dat wij een dansmarikkenconcours organiseren hier in Kloetendonk.